Buitenlanders moeten nu verplicht een werkvergunning hebben om in Suriname te werken, stelde minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vandaag voor de ministerraadsvergadering. De bewindsman geeft aan dat er boetes uitgedeeld zullen worden als blijkt dat werkgevers geen vergunning aanvragen voor hun buitenlandse werknemers. Uiteraard is de werkgever verplicht om een werkvergunning aan te vragen. Ik heb arbeidsinspectie gevraagd om toezicht op de naleving van de wet werkvergunningen op te voeren. We hebben eind vorig jaar al een aantal zaken meegemaakt bij casino's en dergelijke. We gaan onverkort door in 2024 met de naleving op de wet werkvergunningen. Elke buitenlander is verplicht om een werkvergunning, althans de werkgever is verplicht om een werkvergunning voor die persoon aan te vragen. Hebben ze dat niet, dan gaan we nu overgaan tot boetes. We kunnen niet onze ogen blijven sluiten voor onregelmatigheden die gebeuren op de arbeidsmarkt. En wanneer ze weg willen op reis, komen ze plotseling aanrennen om een werkvergunning te vragen. Wij gaan daaraan niet meer mee werken. De minister geeft aan dat werkgevers op tijd een werkvergunning moeten aanvragen. Anders moeten de werknemers het land uit. Vele buitenlanders doen het werk dat Surinamers nu niet willen doen. We gaan moeten kijken hoe we dit vraagstuk kunnen aanpakken. Uiteraard is het niet alleen des overheids om dat te doen. Mensen zullen toch wel realistische verwachtingen moeten hebben. En werkgevers zullen ook adequaat moeten betalen, zodat mensen geïnteresseerd zijn om vacatures te vullen. Het blijkt dat de buitenlanders toch wel geneigd zijn om voor bepaalde bedragen te werken waarvoor Surinamers niet meer willen werken. Dat is de enige conclusie helaas die we kunnen trekken. Omdat als iemand in horeca dit bedrag aanbiedt en een Surinamer wil het niet, maar een buitenlander wel, dan gaat die vacature op die manier gevuld worden. De minister geeft verder aan dat er iets behoorlijk mis is op de arbeidsmarkt. Er moet onderzocht worden waarom mensen heel vaak aangeven dat zij geen baan kunnen vinden, terwijl werkgevers aangeven geen krachten te kunnen vinden.